lust en rust. In Komoeene is een nieuwe begraafenisola reker. De oude ola voldeed niet meer aan de huidige standaarden en moest dringend worden vervangen. De eerste steenlegging heeft in november 2017 plaatsgevonden en vandaag heeft het ontwikkelingsplatform Komoeene, onder leiding van Enrique Ralim, de ola officieel in gebruik genomen. Ralim is blij dat hij zijn belofte heeft kunnen waarmaken. Voor hem was het een grote uitdaging omdat de gemeenschap niet overtuigd was van zijn goede bedoelingen. Tijdens de officiële overdracht waren zowel districtscommissaris Ajay Kali als de minister van Arbeid Suwardja Mustajja aanwezig. Ja, blijer kan ik niet zijn, maar zou zeggen, dat dit uh, al overgedragen is geworden aan de gemeenschap van Rus. Ik hoorde van deze dat jullie één project per maand willen realiseren. Is dat niet ambitieus? Nee, dus het gaat niet zozeer om grote projecten. Dus dit zijn een van de grote projecten. Ja, maar Je hebt ook andere projecten waarbij je ook uh, uh, projecten in de zin van mensen ondersteunen Of uh, uh, organisaties als Kinderthuizen die een kleine donaties vragen. Dus het zijn kleine zaken die wij niet. Ook echt in de eter gooien, in de media. Maar dat dat onder de samenleving, binnen de samenleving, ook wel bekend zijn. Dus het is wel haalbaar dat wij uh, elke maand zeker wel uh, uh, een project uitvoeren. Hoe klein het ook mag zijn. Ralliem is vast besloten om elke maand een project op te leveren in Kommeweide. Het volgende project is het opzetten van een bushuisje bij de steiger van plantage Johanna Margarita en Marienburg. De projecten worden ook ondersteund door de regering, bevestigt Ralim. Uh, wij zijn begonnen met uh, om, om buurten bij elkaar te roepen omdat um, zij ook een vertegenwoordiger mogen afvaardigen in het platform en toen zei ik van nee luister ik ga dan een lobbywerk doen bij de regering om te kijken van wat voor tools we kunnen vinden van daaruit want de regering kan niet altijd aanwezig zijn op het veld toch en ik zeg van nee, ik ben dan de tussenpersoon om ook dan de middelen te gaan zoeken. Als ik het dan niet vind dan gaan we het verder zoeken of we gaan fundraising organiseren om het project uh, te realiseren. Dat is dus Enrique Ralim. De nieuwe aula is volledig gefinancierd door de ondernemer Jojo Bessari Suparmin en heeft ruim 80.000 SRD gekost.